Ik heb wel een nieuw romantisch beeld. Dat voorheen was mijn romantische beeld. Dus wel echt dat trouwen met die witte jurk, kerk, alles erop en eraan. Dus toen ik echt jonger was. Nu denk ik van, ik vind het ook wel heel schattig als mensen op oudere leeftijd elkaar vinden of zo. Dus dat je dan 50 bent of 60 bent. En dat je dan, weet je wel, zo heel schattig. Heb je de lat verschoven? Ja, maar met alle mannen die ik nu ken, zeg maar, van mijn leeftijd, zie ik het gewoon niet serieus voor me. Dat je daar dan denkt, wat een poppenkast. Leg je 50 cent neer en wees welkom op het vrouwentoilet. Voor Internationale Vrouwendag hebben we een speciale samenwerking met het Amsterdam Museum. Op basis van de tentoonstelling Panorama Amsterdam ga ik met verschillende vrouwen in gesprek om te kijken wat vrouw zijn nou betekent. En ik zit hier met Talita Muze. Yay! Yay! Yay. Het leuke van deze gesprek is eigenlijk dat we op basis van een object uit de tentoonstelling van Amsterdam Museum een gesprek voeren. En het werk wat je had uitgekozen was het portret van Adriana Sofia de Bruin, gemaakt door Therese Zwartse. Klopt. Vertel, waarom heb je dit object gekozen? Ja, omdat je ziet een portret van een hele mooie, relatief jonge vrouw met een best wel gewaagde open schouderlijn. Toen dacht ik al, oké, je hebt het hier over 1860, wat is het? Ja. Best wel dat je denkt, heel erg modern, vooruitstrevend. Maar wat mij helemaal aansprak was dat ze kinderloos is gebleven. En dat ze samen met haar man, dus de vrouw die geportretteerd is, samen met haar man, hebben ze eigenlijk als ondernemers een hele kunstcollectie opgezet. Hebben ze mode uitgebracht, kunsten. En uiteindelijk heeft ze dus dat ook het hele bezit nagelaten aan de gemeente Amsterdam. Ja. En ja, dat vind ik voor die tijd in 1800. Dus ja, kinderloos zijn, met je man, samen ondernemen. Dan ook nog zo'n powerportret met die schouders. Dacht ik, dat is echt een beeld wat mij heel erg persoonlijk ook aanspreekt. Van hoe je als vrouw ook je leven kan inrichten. Ja, want hoe doe jij dat dan? ik hoop een beetje. Ik hoop ook een beetje zo. Ik heb nog geen man, dus die moet er nog misschien komen. Of misschien dus ook niet. Hè? Dat is denk ik een beetje ook wel het statement van... Het plaatje is heel vaak huisje, boompje, beestje. Je moet trouwen, kinderen krijgen. Maatschappelijke norm. Precies. En ik heb zelf wel... dat ik echt al 10 jaar nu aan het ondernemen ben. En dat heeft ook wel gevolgen voor je privéleven soms. Dat je dus veel... Ja, hoe moet je dat zeggen? Ik heb niet zo'n soort van plaatje van... ik ga dan en dan trouwen en kinderen... Ik weet het niet. Ja. Dus je hebt niet een soort van ideale tijdlijn... waarbij heel veel mensen soort van denken... oké, ik ga studeren en dan dit en dan dit. Zeg maar die vakjes afvinken, dat hoef jij niet. Toen ik jong was wel, dus toen ik echt tiener was... had ik wel een soort van droom van... voor mijn 25ste, dan heb ik een soort prins op het witte paard ontmoet... en dan ben ik getrouwd en dan krijg je kinderen... en dan wonen we in een groot huis, weet ik veel allemaal. Maar eigenlijk tijdens studietijd merkte ik gewoon heel erg van... ik heb zoveel idealen, ambities, ik wil heel veel dingen doen... Toen ben ik dat gewoon zeg maar gaan volgen. En natuurlijk, misschien zou daar ook iemand kunnen inpassen. Of zou dat ook kunnen met een gezin. Maar ik merk eigenlijk vooral dat het... Ja, dat het ook gewoon fijn is om dat zeg maar los te kunnen laten, die druk. En gewoon je eigen ambities en je eigen carrière en je eigen dingen gewoon te kunnen volgen. Zonder dat gevoel van, maar dan moet ik daar iets van gaan inleveren of gaan aanpassen. Ja. Om een gezin te kunnen krijgen. Ja, want... Ik denk meestal voor vrouwen is toch heel vaak het hoge doel soort van trouwen. Ja. En kinderen krijgen. Ja. Zeg maar meestal één van die twee minimaal of allebei. Wat is voor jou zeg maar het toekomstbeeld wat je wel wil bereiken? Want je hebt natuurlijk niet de vakjes die je wil afvinken. Maar je hebt wel een bepaalde ambitie natuurlijk. Hoe ziet dat er dan uit? Ja, dus voor mezelf is het veel meer voor mezelf erachter komen wat mijn missie hier is in dit leven. Dat klinkt dan misschien gelijk zo... Zwevi, let's go. Maar zo voelt dat wel. Een soort van achterkomen van waarom ben ik in dit gezin bijvoorbeeld geboren bij mijn ouders op dit moment in de tijd. Ik hou me al heel veel bezig met die generaties en de tijdsgeest. Ja. Van waarom ben je op dit moment leef je? En wat kan je dan binnen die tijd die je hebt gekregen? Je weet het niet. Voor hetzelfde geld gebeurt er morgen iets. Word je ziek? Is er oorlog? Loopt het leven heel anders? En ik wil er gewoon achter komen van... wat zijn mijn talenten? Waar geloof ik ten diepste in? Qua mijn idealen? En wat is dan mijn opdracht hier? Wat heb ik allemaal te leren in dit leven, zeg maar? En te groeien? Ja. En dat is iets waar ik erg op gefocust ben. Om dat te ontdekken, zeg maar.
Ja, en ja. Hoe pak je die ontdekking aan? Ja, ik persoonlijk, ik vind het ook lastig. Ik heb het ook wel, maar ik heb altijd het idee dat ik soort van maar moet gaan. Mm-hmm. En ik denk dat het ook wel een beetje mijn ambitie is. En heel ambitieus zijn heeft natuurlijk zeg maar de kwade kant dat je daarin kan doorslaan. Dus dat je echt zeg maar alles heel mm-hmm. goed probeert te doen. Dat je mm-hmm. alles goed wil doen en goed in wil zijn. En een soort van onbehaalbaar niveau probeert na te streven. Ja. Maar ik heb ook niet echt vakjes die ik afvink. Weet je, of ik met een man ben of een vrouw. Geen idee. Of ik überhaupt een partner heb. Kinderen. Ik heb die vakjes allemaal niet. Ik moet wel zeggen, soms voel je wel een soort van die biologische klok. Meer dan de maatschappelijke drang of maatschappelijke norm nastreven, heb ik wel soms die biologische klok gevoelend. Dat ik echt wel denk van, oké, dat is wel echt super schattige baby. Oh my god. Bij mijn jonge nichtjes en neefjes, dat ik echt denk van, oké, jij gaat gewoon met mij mee naar huis. In zin niet wat je moeder zegt. Dus dat voel ik wel. Maar ik heb niet zoiets van, ik wil nu stappen om ondernemen om daar naartoe te werken. Nee. Dat heb ik nou echt totaal niet. En het is meer, zeg maar, iedereen. Maar hoe weet je, zeg maar, of dat gevoel uit jezelf komt of dat het iets is wat je hebt aangeleerd? Dat weet ik voor mezelf nog niet. Van voel ik die druk van, ik ben al 30. Van shit, ik ben al 30. Misschien, ik wil niet dat ik mijn kans misloop dat ik wel inderdaad kinderen kan krijgen. Maar ik weet niet in welke mate mij dat een soort aangeleerde behoefte is of angst of zorg of dat ik dat echt zelf wil ten diepste. Dat weet ik gewoon niet. Maar ja, ik heb hier best wel een grappig verhaal over. Maar bij mij begon het eigenlijk toen mijn moeder zei, als ik toen wist wat ik nu weet, dan had ik het niet gedaan om kinderen te krijgen. Yeah. En dat dacht ik echt, thanks. That's nice. Yeah. Maar het is wel een soort van, zij gaf gewoon aan dat ze niet voorbereid was op hoe zwaar het was. Niet voorbereid was op hoeveel moeite, tijd, geld en ook van jezelf het vergde. En zo sta ik er eigenlijk ook wel in. Van ja, tuurlijk, ik zou het kunnen. Maar wil ik het doen op een manier dat het ten koste gaat van mezelf? Of wil ik het doen op een manier dat het iets heel fijn is? En ik heb natuurlijk ook heel veel meegemaakt als kind. En als ik nu kinderen krijg, doorbreek ik dan die generationele trauma? Of geef je iets door, zeg maar. Dat wil je ook niet. En in hoeverre kan je dat ook tegengaan? En ik denk dat om die vraag te beantwoorden moet je wel echt heel diep in jezelf kijken. En ik geloof oprecht dat we allemaal als mens gewoon flawed zijn. Dus we hebben allemaal iets wat niet helemaal top is. Of iets waarin we falen als mens. Of misschien tekortschieten. En ik denk dat het belangrijk is om daarna te kijken. Van met al die kwalijke punten, durf je het dan nog steeds? Ja. En ik heb heel lang gedacht, nee, dan durf ik het niet. Oh, dat is wel heel herkenbaar. Dat heb ik ook. Dat ik dan denk van, heb ik wel echt voldoende inzicht in de dingen bij mezelf, die bij mezelf spelen? Angsten inderdaad, trauma's, negatieve karaktertrekken, allerlei dingen die je hebt opgelopen, zeg maar, in je leven. Ja. Heb ik daar wel echt voldoende zicht op? Of komen die zo meteen dat inderdaad als ik kinderen heb als soort duveltje uit een doosje, dat ik in één keer merk van, oh wow, weet je wel? En, dat zal en dan geef je dat weer door. Ja, maar dat is wel heel eng, toch? Ja, ja. En ik denk dat om die vraag direct te beantwoorden, de reden waarom ik weet dat ik het zeg maar, dat het niet aangeleerd is om die drang te hebben soms, is omdat het ook weer heel snel wegvaagt. Dat ik ook weer dan denk van, ja, ik hoef helemaal geen kinderen. Ik heb een superleuk leven en ik ben allemaal leuke dingen aan het doen en aan het reizen, et cetera. En ik vind het prima als het er niet is. En dat als ik een partner zou hebben die zou zeggen, ja, voor mij hoeft het niet, dan zou ik daar ook heel erg veel vrede mee hebben. Ja, daar zou je dus ook oké mee zijn en gelukkig mee kunnen zijn. En ik vind, weet je, ik vind adopteren ook een goede optie. Ik vind pleegouderschap ook een goede optie. Coachen, jongerenwerk, in andere vormen bijdragen aan de maatschappij, behalve alleen maar het hebben van een kind zelf. Want ik vind dat eerder in plaats van een drang naar ouderschap, vind ik het een drang van voortplanting. Weten dat je iets achterlaat. Ja. En ik wil niet dat het enige wat ik achterlaat een kind is, bij wijze van. Ja. Dus ik denk dat daarin van mij het verschil erg ligt. Ik denk dat ik er heel erg hetzelfde in zit, maar dan toch voel ik wel af en toe die soort van druk van, is dit wel normaal? Ben ik niet heel raar dat ik dit zo
voel en kan zeggen en vind. En dat ik het op zijn beloop inderdaad laat. Ik heb ook wel vriendinnen die zeggen, je moet echt je eitjes gaan invriezen. Ja. Want weet je, als je dit zo op zijn beloop laat en dan hou je zelf de controle erover. Dan kan je altijd nog, dan zat ik dus gisteren onder de douche over na te denken. Van, zou ik mijn eitjes nou per se willen invriezen? Nou, dat is toch ook weer vanuit die soort van controle van het moet zeker zo gaan verlopen. Ja, je moet ook de natuurlijke weg soort van volgen om een eigen kind te hebben. Iets wat van jezelf komt. Precies. En ik denk dat dat ook wel, ja, dat is ook een stukje maatschappelijke norm. Weet je, je moet zelf een kind maken. Of adoptie is alleen maar een bepaalde optie als je het echt niet zelf kan. Ja. Of IVF is alleen maar als het echt niet zelf lukt. Ja. Ja. En daarin zit natuurlijk ook wel heel veel discriminatie ook naar vrouwen toe. Maar ik denk altijd van, ja, kijk, invriezen ja of nee, dat is een hele persoonlijke vraag. Ja. Ja. Maar ik zie het gewoon een soort van, ik ben geen vers brood van de bakker of zo, weet je wel. Ik hoef niet de vriezer in om langer houdbaar te zijn. Ja, dat gevoel en heb ik er ook bij. Van, ja, het voelt ook een beetje onnatuurlijk. Ja, het voelt gewoon een beetje, weet je, ik heb wel, weet je, toevallig wel bepaalde onderzoeken gedaan voor vruchtbaarheid, et cetera. Mm-hmm. Maar toen had ik ook echt zoiets van, ja, eigenlijk boeit het me gewoon niet zoveel. Ik heb er één keer naar gekeken, toen dacht ik, nou, dat zal wel. Weet je? Laat het los. Ja, gewoon loslaten. Ja. Want uiteindelijk, ik ben niet super gelovig, maar ik heb wel zoiets van, wat moet zijn, dat zal zijn. En wat niet, dat niet. En dan gaan we het gewoon op een andere manier proberen. Als het bestemd is, zeg maar. Ja. Ik vond het ook wel fascinerend wat je zei over je moeder. Wat ze tegen jou heeft gezegd. Mijn oma, die heeft altijd weer tegen mijn moeder gezegd. En dat heb ik dus ook wel meegekregen, dat het licht gaat opeens uit. Het wordt heel erg sexy hier zo. Het wordt zwoe, avond vibes. Maar maakt niet uit, wij gaan door. Ja, ook altijd gezegd tegen mijn moeder dus van, je moet echt nooit trouwen. Dat was echt wat toen mijn moeder ook vertelde aan haar moeder van, ik ga trouwen, was het echt zo van, nou, nog net niet gecondoleerd, maar het was echt zo van, wat ga je doen? Weet je het wel zeker? Waarom ga je met een man trouwen? Je moet nooit met een man trouwen. Misschien nog met een vrouw, maar niet met een man. Ja. Dus dat zit ook wel ergens in mijn onderbewuste. Een soort gevoel van, ik heb ook altijd dat ik zeg van, als ik een relatie met iemand wil en ik zou wel gaan trouwen, dan wil ik altijd mijn eigen appartement aanhouden. Ja, dat heb ik bijvoorbeeld ook. Ja? Ja. Ja, nou, ja. Ik heb al een paar keer gehad dat iemand met wie ik aan het daten was, en dan echt, dat vind ik echt heel raar. Dat kan echt niet. Als wij samen gaan, dan gaan we alles samen. Samen een huis, echt? Samen dit. Mag je echt niet je eigen huis aanhouden. Terwijl ik echt het gedachte dat ik mijn eigen appartementje ga opgeven, dat zou ik echt dus nu niet meer willen. Nee, ik ook echt niet hoor. Nee, ik zit echt heel lekker in Rotterdam. Dus daar ga ik ook echt niet meer weg. Oh, je bent ook Rotterdams? Ja. Oh, nee, ik ben niet Rotterdams. Ik ben een Amsterdammer, geboren en getogen. En nu gaat iedereen wegklikken. Maar die is overgelopen naar Rotterdam. Ja, zes jaar geleden. Voor ons. Dus, nice. En ik zit daar gewoon heel lekker. Maar ik merk inderdaad dat, het trouwen, had ik het laatst toevallig ook met iemand over. Met de persoon die ik aan het daten ben. En toen zei ik van, ik heb daar ook niet echt sterke gevoelens over. Lijkt me wel leuk hoor, zo'n feestje. En toen was het echt van, misschien moet ik het niet zo klein maken niet als zo een feestje. Want het is wel iets meer dan dat. Maar toen zei ik al, ik zou geen witte jurk willen. Ik zou dit niet willen. Ik zou dat niet willen. En toen dacht ik eigenlijk van, is het dan nog wel echt trouwen, in de essentie van het woord, bij wijze van. Maar toevallig zei die persoon dan, maar het is toch jouw feestje? Je moet gewoon lekker doen wat je wil. En als jij vier jurken wil en een open bar en cocktails, dan moet je dat gewoon lekker regelen. Toen dacht ik, precies. Eigenlijk is dat ook wel weer zo. Je mag alle ook wel vrijheid. Zelf je kan letterlijk alles doen. Als jij een pimpel paarse jurk met glitters wil schijnen, dan kan dat dus gewoon. Ja. Of een doorschijnende jurk, überhaupt niet grappig. Maar gewoon dat kan inderdaad wel. Ik heb wel een nieuw romantisch beeld. Dat voorheen was mijn romantische beeld. Dus wel echt dat trouwen met die witte jurk, kerk, alles erop en eraan. Dus toen ik echt jonger was. Nu denk ik van, ik vind het ook wel heel schattig als mensen op oudere leeftijd elkaar vinden of zo. Dus dat denk ik nu maar zo van, dat je dan 50 bent of 60 bent. En dat je dan, weet je wel, zo heel schattig. Heb je de lat verschoven? Ik heb de lat gewoon compleet. Ja, maar ik zie het plaatje nu. Ja, maar met alle mannen die ik nu ken, zeg maar, van mijn leeftijd, zie ik het gewoon niet serieus voor me. Dat je daar dan denkt, wat een poppenkast. Ik ga niet met zo'n jonge gast. Ik ga niet met zo'n jonge. Ik heb dat gewoon opgegeven. Ja, maar omdat ik ze ook niet meer serieus kan nemen. Na al daten, dat ik nog met een jonge man daar zo in die kerk. Ik vind het zo super grappig fake. Dat je gewoon naar 50, 60 ging. Ja, ik heb een nieuwe horizon. Mijn ideaal plaatje is nu gewoon dat ik stok oud ben. Dat gaat erbij komen. Dat ik gewoon zo'n mooi, elegant, oud vrouwtje ben in zo'n mooi pak. Ja. Een mooi pak. En dan ook met zo'n mannetje. Ja, nee, ik vind het heel mooi. Ja, je moet wat. Ja, nee. En ik snap het ook wel. Ik denk dat überhaupt nu
met de achtergrond van corona en dergelijke, dat heel veel maatschappelijke normen aan het verplaatsen zijn. Of in ieder geval, verplaatsen is misschien niet de juiste term, maar flexibeler zijn. Dat ze bewegen en soms heen en weer. Dat is jammer, maar dat er wel meer ruimte komt voor de maatschappelijke normen en dingen die ertussen vallen. En überhaupt contact leggen met mensen is de afgelopen 2 jaar heel raar en moeizaam geweest. Heel veel mensen zijn eenzaam geworden. Heel veel mensen zijn heel eenzaam. Ja. En de drang naar genegenheid is er. Maar ik denk dat we ook allemaal een beetje soort van sociaal verstoord zijn. Dat we sociaal gewoon niet verstoord zijn geworden. Dat we gewoon niet meer snappen. Dat we niet meer weten hoe het moet. Dat we niet meer snappen hoe genegenheid werkt. Of oprechte interesse of intimiteit. Klopt. Dat ik echt... Weet je, dan ben ik ook aan het daten. En dan denk ik soms echt van... Dat zei ik net toevallig tegen mijn team... Van, oh, hij belt. En dan ben ik super blij. En denk echt, ja, dit is echt het minimale. Mij toe even rusten. Ja, het minimale, wat weer precies. Oh, contact. Er is iemand in contact legt. En dan denk ik, oh, hij heeft me gebeld. Yes. En dan denk ik echt, meid, nee, niet zo enthousiast, weet je wel. Ja. Dus ik denk, omdat er in 2 jaar heel veel verloren is, dat we een soort van scheve inhaalslag aan het maken zijn. Dat is wel interessant, want ik denk wel, als ik bij mezelf kijk, dan ben ik in de afgelopen 2 jaar door corona heel erg teruggeworpen geweest. Juist op mensen die ik al heel goed kende. Dus zeg maar al mijn bestaande vriendschappen, die werden heel veel sterker door heel veel te gaan wandelen en praten. En een soort van, dat je echt weer wist van, oké, dit zijn echt mijn goede vrienden, weet je wel, met wie ik close ben. Maar inderdaad, qua daten of qua meer het gewoon het sociale contact of zo, wat gewoon hiervoor veel soepeler leek te ontstaan. Het ontstond gewoon op straat, met uitgaan. Ja. Het opeens had je opeens een nummer in je telefoon. En nu is het echt zo van, wanneer is dat voor de laatste keer gebeurd? Wanneer dat ik gewoon opeens random, dan inderdaad na een avond 3-4 nummers in je telefoon heb. Of gewoon spontaan begint te appen met iemand. Dat denk ik echt, nee, nu is dat dan allemaal zo gepland. Het is dan ook zwaarder. Zwaarder. Er zit veel meer gewicht minder aan. Ja, minder luchtig, zeg maar. Als je een portret zou laten schilderen... Mm-hmm. Hoe zou jij er dan uitzien? Van mezelf? Mm-hmm. Wat zou je aan hebben? Hoe ben je afgebeeld? Heb jij Gone with the Wind wel eens gezien? Die film, die oude film? Ja, maar ik kan me echt geen enkele film herinneren. Dat is mijn talent. Oh, elke film is nieuw voor mij. Dus we kunnen onbeperkt. Dan kan je wel met bios. Iedere keer je date, zeg maar, iedere keer dezelfde film opnieuw kijken zonder je te verspreken. Dat is mijn talent. Maar, Gone with the Wind is een hele oude film uit volgens mij de jaren 50 in Amerika. En daar heb je echt ook zo'n hele mooie vrouw, die heet Scarlett O'Hara, in die film. En die laat ook een portret van haarzelf maken. En dat is echt super groot. Het is echt, zeg maar, meters hoog, meters breed. Dus echt, zou hier bij wijze van spreken tot het plafond bijna komen. En daar heeft ze echt een soort van, nou ja, echt zo'n enorme ouderwetse hoepeljurk aan. Ja. En ook zo van die lage zo'n schouders. Hele statige... Helemaal zo'n femme fataal-achtig portret. Ja. Dat zou ik wel heel grappig vinden om die, zeg maar, te laten namaken. In precies dezelfde houding en stijl naar dat filmportret. Omdat het ook een heel iconisch beeld is, zeg maar. En wat zou het voor jou uitbeelden? Ja, toch een beetje dat Rihanna-gevoel ook. Dat vrouwelijke imperium of zo, weet je wat? Nu ook weer die oorlog. Het gaat alleen maar over mannen. Die man wil een keizerrijk stichten. Die wil zich laten gelden. Maar gewoon dat het vrouwelijke, zeg maar, een vrouwelijke baas laten zien. Ja. Gewoon krachtig en vrouwelijk. Ja, krachtig, vrouwelijk. Maar ook wel iets met iets zachts erin, weet je? Ja, dus de vrouwelijkheid mag wel de vrouwelijkheid vrouw zijn. Zacht, maar ook gewoon heel sterk en badass. En dus niet als vrouw van op een portret, maar gewoon een in de kunstgeschiedenis werden vrouwen heel weinig afgebeeld. Eigenlijk bijna niet. Ja. Heel lange tijd. En ook heel veel vrouwelijke schilders werden niet opgehangen. Altijd als vrouw van, weet je wel, vrouw achter die man. Ja, ik denk dat is al helemaal veranderd, maar dan zou ik mezelf denk ik ook zo neerzetten. Ja. Ja. Tot het plafond hoog. Tot het plafond hoog. Dankjewel. Jij bedankt. Thanks. Yay. Bedankt voor het kijken naar Vrouwentoilet. Dit was een speciale aflevering in samenwerking met het Amsterdam Museum. Vergeet niet te abonneren, liken, subscriben. Volg ons op Spotify, Apple Podcast. Oh, en ook nog Instagram. Vergeet je handen niet te wassen en I'll see you soon.